SED neertellen voor een liter benzine, stelt fractieleider van de NDP, Rabin Permisser. De samenleving die heeft er in de jaren 80 de buikriemen strakker moeten trekken. Zij hebben een opoffering gebracht zodat staatsolie kon verrijzen. Zodat Suriname over haar eigen olie en dan nu ook over haar eigen benzine kan beschikken. Maar wat merken wij heden ten dagen? Het schijnt er dat staatsolie geen enige invloed en of rol kan spelen voor wat betreft de prijzen van benzine. Want die blijft maar stijgen met daarop de spin-off, de prijzen van goederen en diensten. U hoort fractieleider van de NDP, Rabin Permisser, zich zeer bezorgd uiten over de steeds verschillende verhogingen in die samenleving. Ik heb aangehaald dat de komende tijd zwaarder en moeilijker gaat worden. Maar als ik het zeg, denken mensen dat het politiek achtergrond speelt en noem maar op. Ik heb ze continu met die ontwikkelingen heel zakelijk op die dingen gewezen. Laten we het hebben over de brandstofprijs. De brandstofprijs is enorm, niet overzichtelijk, op een niet transparante wijze wordt dat nu bepaald. Niemand weet hoe die brandstofprijs vastgesteld wordt. Wat zijn de samenstellende componenten? Ja, toch? En u weet al, in de tijd kwam minister Marika iedere keer op de televisie. Mensen baalden zelfs wat ze zeiden dan. Van iedere keer komt hem uit. Dat is goed ook dat we dat goed uitleggen. Niemand weet nu waar de brandstofprijs, hoe het opgebouwd is. Een paar maanden terug had de regering hier in de zaal, in het parlement, aangegeven dat de government take weggehaald is. Daarna is diezelfde regering hier komen uitleggen dat de government take, we hebben het schriftelijk gehad, verhoogd is. Dat wil zeggen, het was er en nu gaan we verhogen. Ja? Dus, wat moeten we daarop zeggen? Een regering die ons, laten we het netjes houden, die ons niet juist informeert. Terwijl men A doet, houdt men ons B voor. Ja? De brandstofprijs is heel belangrijk in die zin van dat het doorwerkt naar alle sectoren. De brandstofprijs is nu meer dan 45 SED. De tekenen zijn er dat het verder omhoog gaat. Sommige analytici zeggen dat het rond de 55 gaat worden. Maar ja, dat zeggen analytici. Laten we kijken. En dat krijg je nogmaals wanneer de regering geen eerlijke informatie met ons deelt. We hebben een raffinaderij in dit land. Met veel pijn en moeite hebben we dat opgebouwd. Zelfs in de heel moeilijke jaren, in de 80er jaren, hebben we onze buikriem strakker moeten aantrekken om deze raffinaderij van de grond te tillen. Terwijl de raffinaderij voor afgerond iets meer dan 500 miljoen was gepland, is er veel meer dan 1,5 miljard daarin gegaan. En kijk wat er nu iedere keer daar gebeurt. What's happening? Wat gebeurde daar? We worden nooit indringend geïnformeerd daarom. Terwijl we dat hebben, vraag ik steeds keer op keer wat meer transparantie. En vandaag hebt u andere collega's ook gehoord in die lijn op de vergadering. Ja? Wat is de reële kostprijs van de brandstof die we hier produceren? De olie die we halen? Tegen welke prijs wordt dat gedaan? En laten we dat goed, ja, dag, in-depth de zaak op een rijtje zetten. Er zijn verschillende consultantbedrijven geweest en de rapporten van die consultantsbedrijven heeft men bewust geheim gehouden. Ja? Dus er gebeurt heel veel. Er is hier, heb ik steeds vaker, vragen gesteld over datgene van staatsolie, want we hebben en goud en de dam en olie daar, ja, ondergebracht. Ja, wordt alles wat de regering moet toekomen naar de centrale bank gestort? Waar worden de gelden gestort? Want hier hebben we begrepen, de president heeft zelf aangegeven dat het naar sommige fondsen gaat. En niet alle fondsen zijn geregistreerd bij de centrale bank. Welke fondsen? Wie beheren die fondsen? Ja? Dus dat soort vragen hebben we gesteld. Maar kortom, terugkerend op
de brandstofprijs. Mijn opmerking is dat is zeer non-transparant, geen uitleg. We willen in-depth uitleg hoe die prijs tot stand komt. Laat dat iedere keer duidelijk uitgelegd worden. Er is veel reus daarover. Maar die doorwerking daarvan, weet u dat de pintbroodjes enorm omhoog zijn gegaan? Dat is niet alleen, herken ik, niet alleen door de verhoging van de brandstofprijs. Internationale markt, ja, zijn zaken ook omhoog gegaan, maar niet in die mate zoals het hier op ons. Ik kocht een busbrood voor 50 STD. Nu is het 60 en meer geworden. Kijkt u maar met hoeveel het ineens binnen een week omhoog is gegaan. En ik begrijp volgende week gaat het omhoog gaan. Al die prijsverhogingen. En nu hebben we gezien ook van elektriciteit. Ja, losgeladen. Water. Ja, dat is ook losgeladen. Althans, stap voor stap. De rekeningen, dat lopen echt op aan de mensen. Maar de salarissen, dat worden niet aangepast. Aan de andere kant heeft de regering zoveel inkomsten. Als gevolg van de verhoogde en prijzen op de internationale olie, ja, markt. Enorm hoog gaan de barrelprijs. Goud is omhoog gegaan. Er komt extra veel geld binnen in de staatskas. Waar gaat al dat geld? De mensen die vroeger stelden paamonie weg, toen gingen naar subsidies. Maar die brandstof hielden we tot onder de 7 SAD. Nu is het richting 50 SAD, is 45, meer dan 45 nu. Paamonie wat we krijgen. Met al die subsidies die afgeschaft worden, al die ziekenhuizen, basale medicijnen er niet zijn. Vandaag lees ik weer iets van ziekenhuizen kunnen geen opnames plegen voor dingen, gevallen kunnen ze niet alle opnames doen. Zo triest is dat los van de andere zaken. In plaats van dat we dat geld reserveren om zoveel feesten die we, als ik dit jaar optel, hoeveel feesten wij de regering gegeven heeft, onnodig, hoeveel miljoenen daar verbrast is. Recent was ik in parlementair verband in Mozambique. De president van Mozambique heeft de hele onafhankelijkheidsviering toen geschrapt en de bevolking uitgelegd. Dat geld hebben we harder nodig om armoedevraagstukken, ja, tegemoet te komen, et cetera. Maar hier, des te armer we zijn, des te meer we pinaren, geven we veel meer feest. Geven we met grote delegaties naar het buitenland. Geven we nooit verantwoording van wat het gekost heeft. Ja, dat je soms moet gaan met, doe dat met kleine delegaties. Ja, toch? En had dezezelfde president niet aangegeven dat we niet zoveel naar het buitenland zouden gaan. Alles kon toch, per, en hoe heet het weer, per WhatsApp en al dat zeggen, Zoom meetings, et cetera. We houden ons iets voor, maar wat doen we zelf? Al die feesten, al die onnodige uitgaven. Ja, zoveel schandalen hebben wij toch gezien, ook met tenten. In ziekenhuizen en hoeveel tenten. Kijk u maar na. Al die onnodige uitgaven zou je de bevolking, niet in alles, maar heel wat tegemoet. Tenminste geef het voorbeeld dat dat niet zo verbrast moet worden. Het is ernstig. Het is immoreel. Dat waar mensen en, zoveel moeite hebben, niet kunnen uitkomen. Heel wat mensen kunnen maar met één maaltijd per etmaal, ja, nuttigen, et cetera. Hoeveel mensen dan moeten s'avonds water drinken, kinderen zelfs, geen eten. Dat zijn geen verhalen, dat zijn geen emotionele uitlatingen. Dat is de realiteit in Suriname. Nou, we hebben een regering die ons moet voorgaan in het voorbeeld om te bezuinigen. Niet met, met meer dan 10 volgauto's, een hele dorp aan en bewaking rondom je heen. Toen je geen president-minister was, kon je alleen lopen. Maar nu ineens niet. Ja, het is mooi met andermans geld te pronken. Maar doe dat niet bij een arme bevolking. Dus kortom terug te keren. Brandstofprijs, we zijn zeer ontevreden over. Je ziet aan mensen dat, kijk wat de brandstofprijs is. Ik heb recent, iemand had niet eens 150 SLD om te tanken om naar huis te gaan. Dat soort zaken boet, maar je doet maar dat niet. Weet je? Dus we kunnen, wat dat betreft, zoeken we naar transparantie, zoeken we naar de juiste beleidskeuzes, zoeken we naar het voorbeeldgedrag van de regering. Maar er was ook aangegeven, heer Permisser, dat het IMF-programma
een sociaal gezicht heeft. Waar is dat sociaal gezicht? Dat sociaal gezicht is een corrupt gezicht. Nogmaals, dat sociaal gezicht is een corrupt gezicht. De programma's die men uitvoert voor die 1800 en 2500 en die pakketten, ja, dat is het sociaal programma van hen. Weten hoe er gesjoemeld wordt met die pakketten. Hoeveel mensen niet één keer, maar meerdere keren die 1800 SRD ontvangen. Hoeveel mensen die daarvoor in aanmerking moeten komen die 1800 niet ontvangen. Hoeveel mensen die niet eens in aanmerking moeten komen dat wel krijgen. Waar is die transparantie? Dat heb ik keer en keer in het parlement gevraagd. Waar kan men in beroep gaan? Waarom maakt men die registratie zo moeilijk? Zelfs academici en hier mijn assistent heeft mensen moeten helpen. En het ging zo moeizaam om te registreren. Dat doet men bewust. Noem ik de maar horunaspo toe. Weet je? Welke arme mensen kunnen met die formulier die moeizame dingen? En waar moet men in beroep gaan? Waar is er? De hele ministerie van Sociale Zaken is niet eens in staat om een kantoor te hebben. Mensen, als iets niet gebeurt, komt u hier. Een telefoonnummer hier en dan wordt er gebeld en noem maar op. Allemaal niet. Hoeveel pakketten zijn uitgegeven via allerlei zogenaamd kerken en allerlei organisaties? Wie weet wel hoe er geregistreerd wordt? Hebben we niet hier Sociale Zaken ambtenaren om dat richtig te doen? Ik verwijt niemand, maar dat zijn vraagtekens. Hoeveel pakketten worden niet via friends en family aan mensen van binnen de politieke partijen alleen uitgegeven die niet eens dat nodig hebben? En tot slot wat dit betreft, hoe zijn de spullen gekocht? Is er openbare aanbesteding geweest? No, never. Dus daarom zeg ik, het hele sociaal programma, sociaal gezicht, is een corrupt gezicht. En dat durf ik heel luid op te zeggen. Tegen deze achtergronden wat ik daar heb gehad, dat verdient deze samenleving niet. Dat doe je niet met arme mensen, mensen die lijden onder deze situatie. En dan kan ik me alleen maar kwaad maken wat dit betreft, deze oneerlijkheid. Ja. Maar hoe zit het ook met dat stukje leiderschap dan, heer Permisser? Leiderschap, duidelijk, is zoek. Er is geen naam, los van transparantie, et cetera. Je merkt dat in de regering, ja, er verschillende kanten opgegaan worden. De president gaat de andere kant op. De vicepresident gaat aan de andere kant op. En van tijd tot tijd, als het echt de spuigaat uitloopt, dan probeert men dat weer te lemen. Maar dat houdt niet lang vol en dan gaat het weer. Weet u? Dus aan die coördinatie, een duidelijke lijn wat betreft ontwikkeling, goed doorgecommuniceerd, dat is er niet. En daarom verwacht de samenleving een open, transparant, eerlijk leiderschap, een dienende leiderschap. We hebben een leiderschap, deze bolle Hindustani, met deze jamdoet bij het halen, om een koeper. Ja, toch? Het wordt meer van die samenleving, meer genomen. Daarom gebruik ik dat woord jamdoet. Ja, toch? Je zuigt. Maar wat gaat terug naar die samenleving? Weinig. Ja, als je dat op een rijtje zet, is het in die 3 jaren zijn de mensen steeds achteruit gegaan. De omstandigheden. Wat kostte toen wij weggingen, NDP, laten we zeggen 2020, kostte een kilo uien niet eens 5 SRD. Nu is het boven 100 SRD. De benzine, daar heb ik net over gehad, niet eens 7 SRD. Wat kost het nu? En zo kunt u doorgaan. Ja, toch? Dus we kunnen daarover kort zijn. Ik hoop dat de regering gauw de zaak van de transparantie wat betreft de brandstof en op andere zaken toepast. En wat dat betreft, we hebben eigen raffinaderij. En dat moeten we kijken hoe we dat moeten inzetten in deze tijd. De samenleving heeft de buikriemen, nogmaals, ik herhaal, heel strak aangetrokken in 80er jaren, waar het daar geïnvesteerd is. En dat is nu alles behalve transparant wat er gebeurt.